Breda Nu. Je weet het meteen. Vinnie de Laat, student aan het CIOS hier in Breda, heeft een droom. Hij wil graag de Alpe d'Huez ophalen om geld op te halen voor kankerbestrijding. Maar het noodlot heeft toegeslagen. Hij heeft een ongeluk gekregen en ligt op dit moment in het ziekenhuis, nog niet wetende hoe de toekomst eruit gaat zien. Het CIOS heeft besloten om het geld dat Vinnie met zijn actie op zou halen, alsnog te gaan proberen bij elkaar te brengen door acties te organiseren en onder andere mutsjes te verkopen. U kunt naar de website gaan, bobmiley.eu, om te kijken hoe u kunt helpen om geld in te zamelen. Vandaag hier in het NAC-stadion, via een Skype-verbinding, krijgt Vinnie te horen hoeveel geld er tot nu toe is opgehaald met een speciale actie om hem een hart onder de riem te steken. Kunt u me eerst even kort uitleggen wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tijd? Nou, die droom van die student, dat is dat hij een kankervrije wereld wil. Dat komt omdat hij erfelijk belast is met kanker. Dus hij heeft heel veel kans dat hij dat krijgt. Hij moet ook vanaf zijn 23e moet hij steeds onderzocht worden. In zijn familie komt het veel voor. Hij heeft daar een fantastisch verhaal over gehouden bij onze jaarafsluiting. En hij is met die droom is hij heel erg bezig om geld in te zamelen voor de stichting Alpe d'Huez. Om kankeronderzoek mogelijk te maken. En dat is in het kort waar die droom voor is. Wat er met Vinnie gebeurd is, dat als je die Alpe d'Huez wil rijden, dan moet je ook trainen. En hij is met een groepje van CIOS-leerlingen zijn ze aan het trainen. En het was een hele winderige dag. En in zo'n bui is er een windvlaag gekomen en die heeft Vinnie op de andere weghelft gezet, van het fietspad. En daar is Vinnie vol in aanraking gekomen met een scooter. En Vinnie had op dat moment zijn beide benen volledig zonder gevoel en beweging. Dus er was heel veel angst voor een volledige dwarslesie. Ja, en hij wilde ook de Alpe d'Huez gaan beklimmen zelf, hè? Ja, hij had ingeschreven voor 6 keer die beklimming te doen. Vandaar dat hij ook al fanatiek aan het trainen was. En daarnaast wilde hij natuurlijk heel veel geld ophalen om dat kankeronderzoek te faciliteren. Dat is Vinnie zijn droom, om daar zoveel mogelijk geld voor in te zamelen. En daar heeft hij dan andere medeleerlingen van het CIOS ingetroffen. En zo zijn we met 32 leerlingen en 4 docenten zijn we nu bezig om zoveel mogelijk geld op te halen voor die Alpe d'Huez actie. Wat is jullie actie? Ja, onze actie was om Bob Miley, dat is dat plaatje wat hier bovenop staat. En dat is onze mascotte. Om te proberen mensen te overtuigen van, oké, je kunt iets sponsoren, iets doneren. Maar misschien is het ook leuk dat je zelf weer iets leuks gaat doen. Dus, en dat dan ook weer geld oplevert. Op 3 januari ineens op het idee, we gaan dit doen. Wij gaan voor Vinnie ons inzetten, zodat hij zijn startgeld, waar hij heel erg mee bezig is, dat hij die €2500 gaat halen. Dat hij dat gaat halen en daar hebben wij de actie voor gedaan. De actie van vandaag, wat vindt er plaats? Ja, de actie van vandaag is eigenlijk een afsluiting. We zijn op 3 januari ben ik begonnen. Op 4 januari had ik iedereen in de stand staan van dat ze een actie deden. En dat was het verkopen van deze mutsjes. Waarvan dan de meeropbrengst ten goede komt dan aan Vinnie. En we hadden ook afgesproken van dat duurt 5 dagen en dan is het ook afgelopen. We hadden heel graag nu met jou gesproken. Maar het wordt allemaal gefilmd. Ook bij jou op de kamer wordt er op dit moment gefilmd. Dus wij kunnen ook Vinnie's verslag terugzien van hoe hij dit meegemaakt heeft. Zingen, zakken, zingen, zakken! Helaas zit er ongeluk in een klein hoekje. Ik ben er ook bewust van geworden. Ik ben flink geschrokken van wat er aan de maat is gebeurd. Ik merk hoeveel impact het ongeluk kan hebben op iemand. Dus ik wil jullie allemaal vragen om onze Facebook-berichten te blijven delen. Blijf het erover hebben met vrienden, met familie. En blijf doneren de euro's die je kan missen. Een klein bedrag kan ons enorm helpen. In ieder geval top dat jullie hier zijn. En ik weet zeker dat jullie dat prachtig vinden, jongens. Dank jullie wel. De gelegenheid voor ons als gezin
om jullie te laten weten hoe erg dat wij de leraren van CIOS waarderen, maar ook hoe wij jullie waarderen.